Nou, hallo, ik ben Matthijs en het boek waar ik het over ga hebben is To Kill a Mockingbird van Harper Lee. Dit gaat eigenlijk over een paar kinderen die opgroeien in een klein dorpje in Noord-Amerika, in het zuiden van Noord-Amerika. En over het racisme wat daar heerst. En de reden dat ik denk dat jullie dat boek moeten lezen, is dat je bekijkt alles vanuit het perspectief van een heel onschuldig klein meisje. En daardoor wordt het eigenlijk pas duidelijk hoe absurd racisme eigenlijk is. En ik denk dat als je al opgegroeid bent in de maatschappij, dat soms moeilijker is om er zo onschuldig naar te kijken. En dat vond ik heel bijzonder.